De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is gezellig op vakantie naar Rusland. Hij bezoekt daar al de hele week allerlei locaties en wordt daarbij continu achtervolgd door een meneer met een notitieblokje. De beelden daarvan zien er nogal absurdistisch uit en werken bij de makers van vandaag een site op de lachspieren. Het leek de redactie van VI leuk om hier iets mee te doen, en daarom zat er gisteravond een acteur met een notitieblokje in het publiek. Ik kom niet dat hele eind gereden om niet genotuleerd te worden, grapt Johan Derksen. Collega Wilfred Gené onthult daarop dat het eigenlijk de bedoeling was om een man met een Koreaans uiterlijk in het publiek te zetten voor deze grap, maar dat de redactie dat heeft afgeblazen uit angst voor een nationale rel. Kennelijk hebben de makers van VI nu een soort zelfcorrigerend vermogen, maar knaagt dat niet aan het DNA van de show? Wilfred vertelt dat de oorspronkelijke grap is afgeblazen. Daarom zat er uiteindelijk een witte acteur in het publiek. Weet je trouwens, we hadden eigenlijk eerst een Koreaanse meneer hiervoor, en toen werd er op de redactie gezegd: Is het wel verstandig dat we dat een Koreaanse meneer laten doen? Ongelooflijk dat zelfs zijn eigen redactie daar nu aan meedoet, vindt Johan. Daar moet je nooit je oren naar laten hangen. Hier had gewoon een Koreaan moeten staan. Een zwak besluit van de redactie, vindt ook Wilfred. Ja. Eigenlijk wel, hè? Maar toen werd er toch gezegd: van, zo direct krijgen we weer allemaal gezeik. Tafelgast Valentijn Driessen, durfde ze het toch niet aan? Wilfred, nee, maar deze meneer doet het ook heel goed. Maar je denkt dan bij jezelf: waar gaat het allemaal over? Johan, zover is het al, hè? Wilfred, het is toch niet te geloven.